Dag allemaal, welkom bij dit kennisuur Patrijs van Boeren Natuur. Ik ga jullie een mooi verhaal vertellen over patrijzen en agrarisch natuurbeheer in Limburg. Ik ben Willem Maris, ik werk als onderzoeker boerenlandvogels voor het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg. En ik ben eigenlijk al mijn hele leven gefascineerd door patrijzen. En dat zal er wel mee te maken hebben dat ik opgegroeid ben in een West-Brabantse jagersfamilie. Ik ga deze eerste dia die jullie nu kunnen zien van patrijzen in de sneeuw even benutten om jullie het verschil tussen patrijshanen en hennen uit te leggen. Heel belangrijk, want het gaat bij patrijzen om de hennen. Hanen genoeg voor een welvarende patrijzenpopulatie heb je voldoende hennen nodig. Het verschil wat veel mensen vaak noemen tussen haan en hen is hoefijzervormige bruine vlek op de borst. Bij haan is die veel groter dan bij hennen. Maar die zie je in de praktijk niet zo vaak. Wat je verder vaak wel goed kan zien is de koptekening. En je ziet op deze afbeelding van vier patrijzen in de sneeuw, zie je twee hanen en twee hennen. En de voorste en de achterste zijn de hanen. Die hebben duidelijk meer oranje aan de kop, rond de ogen, voor de snavel. En bij de hennen is dat oranje kleiner. En wat eigenlijk het beste werkt, als je in één oogopslag wil zien wat het verschil is, is het randje, het lichte randje tussen die oranje koptekening en dat bruine petje. Dus dit randje. Daarmee kun je met enige ervaring kun je in één oogopslag hanen en hennen van elkaar onderscheiden. Ik vergat nog één ding. Het ultieme verschil tussen hanen en hennen zit hem in de vleugeldekveren. Dat zijn deze veertjes. Bij hanen is daar alleen een lengtestreping aanwezig met ook wat kastanjebruine aftekening. Bij hennen zitten er ook dwarsstreepjes op de vleugels. Maar goed, dat is natuurlijk op afstand niet altijd even goed te zien. En hier zie je nog even in detail de veertjes. Hier is heel goed te zien, links een vleugeldekveer van een haan, rechts een vleugeldekveer van een hen. Patrijzen maken het ons wel makkelijker. In de loop van het voorjaar, dan zie je dat de hennen steeds donkerder worden. Die krijgen op de grijze veren in de hals en op de rug krijgen ze druppelvormige donkere veertjes. Naarmate de broedfase nadert, wordt een hen steeds donkerder. En dat is een fantastische aanpassing aan het moment wat gaat komen. Want jullie zullen hier waarschijnlijk helemaal niks zien. Maar hier zit een patrijshen te broeden in de gerst tussen de kamillen. Ik zal even het kopje laten zien. Met de snavel schuin naar beneden. Je kan het eigenlijk nog beter zien als ze er niet op zit. Dan zie je de eieren. Maar als de hen erop zit, zie je niks. Dus een prachtige camouflage. Die veertjes die steeds bruiner worden tegen de tijd dat ze gaan broeden. Dit is het verspreidingsgebied van de patrijs wereldwijd. Beginnen in Eurazië, Kazachstan, Irak, Oekraïne, Hongarije. Het is echt een vogel, dat is het oorspronkelijke leefgebied, hè? Echte steppengebieden. En in het kielzog van de landbouwende mens zijn ze geleidelijk aan Europa ingetrokken. Als akkervogel. En ook sinds 1900 is de patrijs geïntroduceerd in de Verenigde Staten in de echte graanregio's. En die hebben daar ook vaste voet aan de grond gekregen met een populatie van op het moment rond de 400.000 broedparen. De wereldpopulatie zit op het moment tussen 1,5 en 2,5 miljoen broedparen. Op het moment de rode lijststatus is nog niet bedreigd, of least concern noemen ze dat dan, minst zorgwekkend. Maar het waren er wel miljoenen meer. Ik zou toch wel zeggen dat het zorgwekkend is. De populatie in bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk en in Nederland is sinds de jaren 50, 60 met 95% gedaald. Dus dat zijn toch enorme dalingen. Dit plaatje zie je de ontwikkeling van de
batterijen in Nederland sinds 1985. De trend van de Sovon broedvogelmonitoring. Op dat moment waren er nog 40.000 broedparen in Nederland. Maar even ter vergelijking, in 1950 was de inschatting dat er nog 150.000 broedparen waren. En we zijn gedaald naar momenteel nog een kleine 4.000 broedparen in Nederland, waarvan er dan zo'n 700 in de provincie Limburg aanwezig zijn. Nou, dat is 18% van de Nederlandse populatie. Dus Limburg, ja, adel verplicht. In Limburg moeten we extra ons best doen voor de patrijzen. We weten heel veel van patrijzen. Het is altijd een geliefde jachtvogel geweest. En op sommige plekken nog steeds. Dus er is ontzettend veel onderzoek gedaan aan patrijzen. Dus eigenlijk is best wel goed bekend wat we moeten doen om patrijzen naar de zin te maken. In de jaren 90 heeft het ministerie het herstelplan leefgebieden patrijs uitgebracht. Ik werkte destijds voor SBNL, Stichting Beheer Natuur en het Landelijk Gebied. En wij mochten toen het demonstratieproject patrijs uitvoeren in de jaren 90. Dat was een project om de maatregelen die bekend waren voor patrijzen, om die toe te passen. 5 demonstratiegebieden en 5 controlegebieden. En wij hebben daar eigenlijk de kennis die er is over de patrijs gewoon toegepast. Er is echt heel veel bekend. Er zijn weinig boerenlandvogels, denk ik, waar zoveel onderzoek aan gedaan is. En we weten gewoon dat patrijzen bij voorkeur nestelen in overjarig grasland. Of overjarige grasstroken vooral. Vooral in bermen en perceelranden. Maar ook in graanpercelen. We weten dat er voor de kuikens open kruidenvegetaties nodig zijn. Waar de zon tot op de grond kan schijnen. Waar ze makkelijk een insectenmaaltje bij elkaar kunnen scharrelen. En we weten dat er verspreid door het landschap wat struwelen aanwezig moeten zijn. Waar ze met name in de winter in moeten kunnen vluchten. Voor met name de havik. Dat is een belangrijke predator in de winter. Die stekelstruwelen zijn daar heel belangrijk voor. Daar duiken ze echt als kamikazepiloten in als ze achtervolgd worden. En nou ja, daar is best redelijk consensus over dat de maatregelen zijn die je kan treffen voor patrijzen. Nou, in die demoprojecten destijds hebben we vooral overjarige grasstroken gepromoot en de open kruidenvegetaties langs akkerranden. Maar op de een of andere manier is het daarna toch weer gestokt. Er is geen vervolg op gekomen. Wat je eigenlijk ziet is dat er enorm veel belangstelling is voor patrijzen. Het is echt een beetje de panda van het boerenland, zou ik haast zeggen. Ook omdat heel veel jagers, ook al jagen ze er niet meer op, toch nog ontzettend veel interesse hebben in de vogel en er graag wat voor willen doen. Het is eigenlijk soms ontroerend om te zien hoeveel tijd mensen daarin steken. Maar je ziet dan vaak dat ze dingen doen die eigenlijk, waar eigenlijk weinig wetenschappelijke basis onder zit. En daar heb ik er dan hier een paar van op een rijtje staan. Je ziet nog steeds dat er geprobeerd wordt om ze opnieuw uit te zetten op plekken waar ze verdwenen zijn. Het is opmerkelijk hoe volhardend mensen kunnen zijn in iets wat eigenlijk gewoon aantoonbaar jaar op jaar niet werkt. Maar ja, toch blijven proberen. Het zijn dan ook vaak gedomesticeerde kooivogels die losgelaten worden in een landschap waar natuurlijk iets aan de hand is. Daarom zijn die patrijzen daar verdwenen. Maar omdat het dan ook nog eens een keer gedomesticeerde kooivogels zijn die gewoon de eigenschappen missen om zich in het wild te kunnen handhaven, is het eigenlijk altijd tot mislukken gedoemd. Dat geldt ook voor het intensieve predatiebeheer in combinatie met bijvoer, wat je ook heel veel ziet, zonder dat daadwerkelijk het habitat verbeterd wordt. Dus er zijn heel veel mensen die daar heel veel tijd in steken en proberen die predatiedruk zo laag mogelijk te maken. En overal voertonnen neerzetten om ze bij te voeren. Maar ja, zonder habitatverbetering neem je de oorzaak voor de achteruitgang ook niet weg. En tenslotte, en dat is ook best opmerkelijk, de bloemrijke akkerranden, al dan niet ingezaaid elk jaar opnieuw met, ik noem het maar kermismengsels, met allerlei fleurige, exotische bloemen. Dat is eigenlijk iets wat best wel aangeslagen is.
nadat wij bij SBNL met het demo-project gestopt zijn. Dat was eigenlijk een maatregel die we zelf helemaal niet hadden toegepast. Maar in verschillende andere projecten werd het wel toegepast. En dat was blijkbaar iets wat mensen aansprak. Boeren vinden dat wel fijn, dat is overzichtelijk. Je kan een rand netjes aanleggen, inzaaien in april. In de winter eventueel weer onderwerken. Fietsers en wandelaars vinden het schitterend. Die zetten er een bordje bij en ze mogen er bloemen plukken. Fantastisch allemaal. Het is ook heel mooi. En een van die projecten was bijvoorbeeld project Zonnestraal in Zeeland. Daar kwam ik onlangs nog een berichtje in een Zeeuwse krant van tegen. En daar staat dan bij, het was even onzeker of het enkele jaren geleden gestarte project wel door zou kunnen gaan. Maar het gaat door en u ziet weer de voorbeelden van de exotische planten. De Cosmea is een hele populaire die heel laat in het seizoen nog bloeit. Maar het is niet enkele jaren. Dit project is al in 1996 gestart met de afronding van ons demo-project destijds. Dus er wordt al bijna 30 jaar worden dit soort prachtige akkerranden in Zeeland allemaal aangelegd. Maar ja, of de patrijs daar nou wat aan heeft. Nou, vervolgens hebben we de afgelopen jaren het Interreg Partridge project gehad. Ook weer een project waarin verschillende demonstratiegebieden in Europa maatregelen zijn toegepast. En eigenlijk hebben wij in Ospel, wat mijn onderzoeksgebied is, hebben wij eigenlijk hetzelfde gedaan als wat er in de demo velden van het Interreg Partridge project is gedaan, op Schouwen-Duiveland en in het land van Heusden en Altena en Almkerk. Daar is op 500 hectare zijn alle maatregelen toegepast die men noodzakelijk acht voor de patrijzen. En wij hebben hetzelfde gedaan tegelijk in Ospel op een gebied van 2500 hectare. En de maatregelen die hier zijn toegepast, dat zijn de bloemblokken en de keverbanken met name. Dat zijn maatregelen die recent ontwikkeld zijn bij de Universiteit van Göttingen en ook door de Game and Wildlife Conservation Trust in Engeland. Dat zou de redding voor de patrijzen moeten betekenen in het agrarisch natuurbeheer. En die maatregel die is als verschillende soorten pakketten in het agrarisch natuurbeheer opgenomen en die zijn dus toegepast. Nou, wij hebben dus in Limburg die maatregel ook op de 2500 hectare toegepast en gelijk een goed monitoringprogramma opgezet om de effecten op de patrijzen heel goed kunnen volgen. En niet alleen patrijzen tellen, maar we zijn ook vanaf 2019 jaarlijks 10 tot 20 patrijzen gaan zenderen om heel goed te kunnen volgen hoe ze het landschap gebruiken, wat verbeterd zou moeten zijn door die, met name die bloemblokken en de keverbanken. We hebben op de linkerfoto, hier zie je patrijs met een halszender, een radiozender. Die moeten dus actief opgezocht worden. Die moet ik uitpeilen. Je ziet me daar met een antenne staan. En de afgelopen 2 jaar hebben we ook de mogelijkheid gekregen om een aantal patrijzen, 9 stuks, met een GSM-zender, rugzakzender, uit te rusten. En die patrijzen die zijn gewoon 24 uur per dag te volgen. Elke 10 minuten kwartier een locatie. Dus dan weet je echt precies waar ze zich in het landschap ophouden. Nou, dat agrarisch natuurbeheer in Ospel ziet er zo uit. De vogelakkers, dat zijn dus de bloemblokken, al dan niet met een keverbank. Dat zijn dus de gele verspreid door het landschap liggende perceeltjes. En in blauw, dat zijn de hooilanden die al wat langer liggen, met name voor de laatste Limburgse grutto's. Dat zijn percelen waar het gras pas na 1 juli voor de eerste keer gemaaid wordt. Dus een landschap waar heel veel agrarisch natuurbeheer is aangelegd. Even nog iets verder terug in de tijd. Toen wij kwamen wonen in dit gebied, ik woon midden in het onderzoeksgebied, vond ik het al heel bijzonder dat er zoveel patrijzen zaten. En ik ben ze eigenlijk al vanaf 2014 heel nauwkeurig gaan tellen. Elk jaar het aantal broedparen in het voorjaar. En rond 15 augustus het aantal grootgebrachte kuikens per broedpaar. En dan ook de resterende adulten. Dus ik kan elk jaar zo'n kaartje produceren als wat hier afgebeeld staat.
in rood de broedparen en met de plusjes daarachter het aantal grootgebrachte kuikens op 15 augustus. Dat is pijldatum. En dan kan ik zo'n grafiekje produceren. Hier staan de jaren van 2014 tot 2023. Dit is het aantal broedparen, maar dan maal 2. Het is het totaal aantal patrijzen. En dit is het totaal aantal patrijzen op 15 augustus. Dus hier kun je heel mooi die dynamiek van zo'n patrijzenpopulatie zien. Wat belangrijk is om te weten is dat 2016 ongeveer zijn we met de vogelakkers begonnen in Ospel. Nou, en dan zie je eigenlijk, dat ziet er mooi uit. Je ziet mooi een stijging en daarna een stabilisatie. Dus het lijkt eigenlijk dat heel goed is. Maar dit plaatje wilde ik ook even laten zien om de enorme dynamiek in zo'n patrijzenpopulatie goed weer te geven. Je kan hier heel goed zien dat het eigenlijk echte eendagsvliegen zijn. Het is kort leven en een hele hoge reproductie. Er is geen vogelsoort ter wereld die zoveel eieren legt als een patrijs. Gemiddeld 15 voor het eerste legsel, maar het kunnen er makkelijk 20 zijn. Dus het is een diersoort die heel kort leeft en heel hoge reproductie kan hebben. En dat heb ik ook weergegeven in de blauwe balken daaronder. Daar heb ik weergegeven wat de wintersterfte is. Vanaf dus het hoogste aantal in augustus, de adulten met de jongen. En in mei zit je dan weer op het allerlaagste punt, het aantal broedparen, wat dan begint aan het volgende broedseizoen. En dan zie je dat het gemiddelde verlies is 50%. De kans dat een patrijs uit augustus, dat die in mei nog leeft, is ongeveer 50%. En ik wil nog één punt extra uitlichten. Het puntje wat ik nu omcirkeld heb. Het ging tot dat moment in 2020 hartstikke goed met de patrijzen. We dachten echt dat we op de goede weg waren. En het zag er ook naar uit dat we in dat jaar waar die blauwe cirkel nu staat ook een hele hoge broedpaardichtheid zouden hebben. Maar toen, en dat kunnen jullie allemaal denk ik nog wel herinneren, kregen we die vreselijke februariweek in 2021 met een week vorst en sneeuw. En dat was echt rampzalig. Toen zijn er ontzettend veel patrijzen gesneuveld. En dat is de reden dat we ineens die dip hier hadden. Anders was het waarschijnlijk gewoon recht doorgelopen. Het zag er echt naar uit dat we op bijna 80 broedparen uit zouden komen. Dus dat is erg jammer. En daaraan volgend gelijk een matig broedsucces. Dus dan zie je dat dat gelijk behoorlijk inzakt. Dat is wel erg teleurstellend geweest. Ik wil ook nog heel even terugkomen op die grote sterfte. Ik zei net al, van augustus tot mei is de kans 50% dat de patrijs al niet meer leeft. Maar eigenlijk kun je nog verder kijken. Want die adulten die dus beginnen aan het broedseizoen, door onze monitoring, omdat ik in augustus precies weet wat er aan juvenielen zit en nog resterende adulten, kun je dus kijken hoe die sterfte doorloopt. En dan zie je dus, als je kijkt vanaf augustus tot augustus het jaar daarop, dat de sterfte gemiddeld 72% is. Dus de kans dat een patrijs een jaar later nog leeft is tussen de 20 en de 30%. Om er even aan te geven wat een eendagsvlieg ze eigenlijk zijn. Nou, in Ospel hebben we nog een bijzondere situatie. Dat de vogelwerkgroep in de gemeente Nederweert, waar Ospel een dorp van is, al sinds 1994 vlakdekkend voor de gehele gemeente de patrijzen monitort volgens het BNP-protocol. En, hier, en dan hebben we, daarmee hebben we dus ook mooi een gebied met demonstratie, met maatregelen en een controlegebied. Dat is de rest van Nederweert. En je ziet hoe het in 1994 was, 103 broedparen in Ospel en in de rest van Nederweert 117. Dus we kunnen daar ook een hele mooie reeks van produceren. De blauwe balk is het totaal aantal patrijzen territoria.
Dus volgens BNP-protocol geteld, hè, dus niet het broedparen, maar het aantal territoria op basis van de kraaien en de haantjes vooral. En ik heb met die kleuren aangegeven, de groene lijn is dan het deelgebied Ospel, waar dus vanaf 2016 flink wat ANLB is toegepast. En de gele lijn is de rest van Nederland, het controlegebied. Helaas, vanaf 2020 lukt het niet meer om genoeg vrijwilligers te vinden om heel Nederland te tellen. Dus die lijn is daar onderbroken. Dat is wel jammer. Dus ik hoop dat het nog wel lukt om om de 3 of 4 jaar nog eens een keer heel Nederweert te tellen. Want dat we toch ook nog een beeld krijgen van hoe de ontwikkeling in de rest is van Nederweert is. Dit is het plaatje in Ospel zelf dus. En ik heb dit plaatje er even bij gedaan om aan te geven. Wij tellen niet volgens het BNP-protocol. Maar wij tellen de broedparen die in mei nog aanwezig zijn en aan het broedseizoen beginnen. En alleen die we dus echt daadwerkelijk waarnemen. Dus dat is iets anders dan de kraaien en de haantjes tellen volgens het BNP-protocol vanaf februari tot april. Ik denk dat je op deze manier... Ik doe die tellingen trouwens met hulp van heel veel vrijwilligers. Alle jagers in het gebied geven hun waarnemingen door. Heel veel vogelaars, boeren, wandelaars, iedereen geeft die maatregelen of waarnemingen door. Dus we hebben echt een heel goed beeld van het daadwerkelijke aantal broedparen. En dan zie je hier dus dat, als je die trend vergelijkt, het loopt aardig gelijk met elkaar op. Maar in 6 van de 10 laatste jaren kwam je dus met het BNP-protocol van Sovon, kwam je op een hoger aantal territoria uit dan wat wij als daadwerkelijk aantal broedparen telden. Ik kom straks daar ook nog heel even op terug. Het agrarische tuurbeer in Ospel ziet er zo uit. We proberen echt op allerlei manieren die bloemblokken zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor patrijzen. Dit is een perceel met heel veel gele ganzenbloem en uitgebloeide huttentut, ook een oud landbouwgewas. Hier zie je een perceel. De percelen worden ook in 2 delen verdeeld. Hè. Altijd 1 jaar blijft staan en het andere deel wordt elk jaar opnieuw ingezaaid. Hier zie je dat het deel dat is blijven staan. Een perceel is met wintergraan en wintertarwe met bijgezaaide klaprozen en kamillen. En het rechterdeel is opnieuw ingezaaid. En dan zie je datzelfde perceel in de herfst. Dan is het graan met de arenstripper geoogst. Het graan wordt ook weer gebruikt voor de inzaaien van andere percelen. En het bloemenmengsel, dus dan zie je de eerste zonnebloemen in bloei staan. Die hooilanden voor de grutto's met name, die dus ook voor de patrijzen geschikt zijn, zien er dan zo uit. Dus echt een eindeloze zee van geel grasland, waar je normaal in deze tijd van het jaar, zou dit al 2 keer gemaaid zijn geweest. Het zou gifgroen zijn met de sleuven van de geïnjecteerde mest. Dus het is echt een heel aantrekkelijk habitat. Nou, dan gaan we nu weer naar het zenderonderzoek. Op basis van de gezenderde patrijzen hebben we de afgelopen 5 jaar, dus van 2019 tot 2024, van 76 patrijzen de nestlocatie vast kunnen stellen. 50 van gezenderde koppels en 17, dat zijn de zwarte puntjes, de gezenderde koppels zijn de rode punten op de kaart, en 17 van het toevallig gevonden andere ongezenderde patrijzen. En je ziet hier ook weer in groen de hooilanden met maaidatum na 1 juli. En in oranje de bloemblokken, de vogelakkers. En op het eerste gezicht zou je nog zeggen van, oh, dus ik zie wel wat stipjes staan bij die bloemblokken. Maar dat is eigenlijk een beetje gezichtsbedrog. Die zitten er dan toch vaak nog wel een eindje vandaan. Of bloemblok lag er al niet meer, want ze wisselen nog alles van plek. Dus dit is wat er de afgelopen jaren aan bloemblokken is geweest. Niet wat er op het moment ligt. Als je uiteindelijk goed gaat kijken naar die nestlocaties, kom je hierop uit. Van die 76 nestlocaties zaten er maar liefst 37 in een berm. En dat kan dus zo'n berm zijn. De bermen worden in principe in heel Ospel niet gemaaid. De gemeente zal ze niet maaien. Maar je hebt altijd boeren die zelf de bermen aangrenzend aan hun gewassen wel maaien. En dit is dus een voorbeeld van een
patrijzennest wat uitgemaaid is en verstoord. Maar in ieder geval dus 37 van die 67 nesten zaten in een wegberm. En daarvan 6 grenzend aan een ANLB Hooiland. En eentje aan een ANLB Patrijzakker. Nou, verder zaten er dan nog 10 in grasland. 8 in graan, wat je ook zou verwachten als een aantrekkelijk nesthabitat. Boomkwekerijtjes in ons gebied. Taxus en kersdennetjes blijken ook een aantrekkelijke nestlocatie. En verder nog wat andere gewassen. Dat zijn dan in de regel vervolglegsels. Hè, want aardappels, saaiuien en gladiolen. Dat land is nog kaal in de tijd dat patrijzen in mei gaan leggen. Dus dat zijn altijd nesten die al eerder waarschijnlijk in een berm verstoord zijn geweest. En helemaal onderaan zie je dat er 1 nest in een patrijsakker is gevonden. En dat was dan nog eigenlijk, dat was een bloemenakker met een rand van 20 meter rogge eromheen. En dat nest zat in die roggerand die eromheen stond. Nou, als we dan gaan kijken naar die 50 nesten van de gezenderde koppels, moet ik daar nog bij melden dat daar 9 nesten daarvan hebben we moeten redden. Omdat we wisten dat hij op een plek zat waar werkzaamheden verricht zouden gaan worden. Daar zou gemaaid gaan worden of wat dan ook. 7 die zijn er desondanks toch uitgemaaid in de legfase. Dan weet je eigenlijk nog niet waar het nest is. De patrijs gaat alleen maar elke dag even naar die plek om een ei te leggen. Waarvan 4 keer ook de hen, is bijna niet te geloven, op het nest is doodgemaaid. En er zijn er 7 net gemist. Door de maaier. En dat was in de meeste gevallen dat het nest onder een draadje langs een grasland zat. Dus precies midden onder het prikkeldraad. En dan is er met de maaier 20 centimeter langs gegaan. Net gemist. Dat zijn dus 23 maai-incidenten of bijna maai-incidenten van de 50 nesten. Dat is 46%. Eigenlijk van die 50 nesten zaten er maar 15 op een veilige plek. En dat is dan in een akkerbouwgewas, bijvoorbeeld graan of een ander akkerbouwgewas waarvan je weet hier gaan verder geen maatregelen of geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Of in zo'n ANLB hooilandpercelen, daar zaten er ook 4, die zaten natuurlijk ook veilig. We hadden dus net de 50 zenderlocaties van de nesten. Als we al die 67 locaties pakken, dan gaat het om 29 bijna maai-incidenten. En als je dat dan vergelijkt met predatie, nestpredatie, dat is 30%. Dus dan zie je dat dat verlies door werkzaamheden, dat meer is dan door predatie. Bij boerenlandvogels gaat het de laatste tijd heel vaak over de hoge predatiedruk. En die is er ook ontegenzeggelijk, want er zijn meer predatoren. En het wordt ze veel makkelijker gemaakt in het huidige agrarische landschap. Ze krijgen echt de prooien op een presenteerblaadje. Maar bij de weidevogels krijg je natuurlijk geen goed beeld van wat er sneuvelt door agrarische werkzaamheden. Daar komt predatie altijd als hoogste drukfactor uit de bus. Omdat dat eigenlijk alleen maar gaat om de beschermde nesten die door vrijwilligers zijn gevonden. En in die statistieken krijg je dan natuurlijk predatie als hoogste drukfactor. Er zijn ook nog wel eens wat verliezen door agrarische werkzaamheden, maar goed beschouwd is dat natuurlijk een aanfluiting, want dat waren eigenlijk al beschermde nesten. Daar is gewoon een ongelukje gebeurd. Maar in de weidevogelstatistieken zie je natuurlijk niet die duizenden nesten die uitgemaaid worden of de grond ingewerkt worden voordat ze gevonden zijn door beschermers. Dus dat vind ik wel belangrijk om even te benadrukken dat door werkzaamheden de verliezen voor in ieder geval het boerenlandvogels en patrijs groter zijn dan door predatie. Nou, iets anders wat interessant is wat uit dit onderzoek kwam, is van de 67 nestlocaties 28 binnen 75 meter van bebouwing. Dus een woonhuis of een stal. En 13 zelfs binnen 25 meter. En als je dan kijkt naar het uitkomstpercentage, zie je dat die bij bebouwing dat er 57% van die nesten is uitgekomen. En van de overige nesten die verder
in het veld lagen 28%. Dus het lijkt erop alsof de nestlocaties nabij bebouwing veiliger zijn. Nou, en van alle nesten was 40% uitgekomen van de nesten die wij hebben gevonden. Een andere onverwachte vaststelling is, van die 67 nestlocaties zaten er 31 onder een boom. Dat is ook iets wat je niet zo snel verwacht. Een deel zat dus in die tuinen, dan konden ze onder een boom zitten. Maar het grootste deel zat gewoon onder de eikenbomen in het jonge ruilverkavelingslandschap van Ospel. Ongeveer 65 jaar geleden is dat landschap aangelegd en langs al die wegen zijn eiken geplant. En het is bijna niet voor te stellen dat zo'n patrijs, hier is een prachtige ruige berm in het open veld, en dat zo'n patrijs onder zo'n eikenboom de nestlocatie kiest. Maar 13 van die nesten zijn uit, 42%, dat is helemaal geen gek uitkomstpercentage. Via het zenderonderzoek hebben we natuurlijk ook heel goed kunnen vaststellen waar de families met de kuikens die eerste 3 weken hebben gezeten. Dat is een hele kritische fase. Die nestfase is heel kritisch. En die eerste 3 weken met de kuikens, dat is ook een hele moeilijke fase. Want dat zijn echt kleine hommeltjes die nog weinig mobiel zijn. Ze moeten echt op een goede plek zitten om die kuikens groot te kunnen krijgen. Nou, van 22 families hebben we dus die afgelopen 5 jaar kunnen vaststellen waar ze zaten met de kuikens in die eerste 3 kwetsbare weken. Ja, en dan zie je dat toch wel heel verrassend is dat mais daar bovenaan staat. En dan de hooilanden. En dan aardappels. En op de foto kun je eigenlijk zien hoe dat landschap er in Ospel dan uitziet. Daar zie je mais en aardappels. En dan moet je dus wel bedenken dat op het moment dat ze dus met de kuikens in mais of aardappels zitten, dan hoort daar zo'n perceelrand bij. En je ziet de rand langs de mais, die is helemaal niet gemaaid geweest. De rand langs de aardappels, die is nog wel gemaaid, zoals je ziet. Die is fris groen, die is nog een keer, als een boer erbij kan, probeert hij toch in mei nog 1 keer zonder het gewas te beschadigen de kanten vaak te maaien. Maar dit is dus het leefgebied voor kuikens met, of voor patrijzen met kuikens. En 1 onbewerkte patrijzenakker is gebruikt als leefgebied. En dat was dan nog niet eens een ingezaaide akker. Dat was een akker die op dat moment nog onbewerkt lag. Dus kortom, je ziet weinig relatie met het ANLB-beheer van de Ospelse patrijzen. En ik wil dat nog even illustreren aan de hand van 1 patrijzenkoppel. Patrijs Hen Angela. Nestlocatie zie je hier in de berm, onder de eiken, vlakbij een huis, tegenover het huis waar Angela ook zelf woont. Dat zijn de boerenfamilie Frank en Angela. We vernoemen ook alle zenderpatrijzen het liefst naar boeren daar vlakbij, om de betrokkenheid bij het onderzoek te vergroten. Nou, die patrijs had overal kunnen gaan zitten. Die is uitgerekend precies bij Angela voor de deur daar in de berm gaan broeden. 21 eieren, allemaal uit. En dit zijn de locaties waar ze zaten. Dus je ziet op dit plaatje, het is dus weer die nestlocatie, recht voor de deur van het boerenbedrijf. Hier ligt een vogelakker, daar ligt een vogelakker. En ze hebben hier de kuikens grootgebracht de eerste weken. Langs de drukke doorgaande weg. Aan de ene kant saaiuien, aan de andere kant mais. En ik zal dat even laten zien hoe dat eruit zag. Met een kort filmpje. Dus hier zie je de zaaiuien aan de overkant van de weg, de mais en een braakrandje. Kijk, hier liggen alle keuteltjes van de patrijzenkuikens. Zandbak genomen. Patrijzenfamilie 21 kuikens groot kan brengen. In januari hadden ze er nog 17. Het is ongelooflijk hoe succesvol zo'n patrijzenfamilie kan zijn op zo'n locatie. Die zaaiuien,
ja, die worden ontzettend vaak gespoten. Er staat geen onkruidje in. Die mais, dat valt dan mee. Maar ze leefden eigenlijk helemaal in die randzone. Daar konden ze blijkbaar perfect hun kostje bij elkaar scharrelen. Onder die eikenbomen. Dat is eigenlijk niet goed voor te stellen. Ik gaf in het begin al aan dat we naast de halszenders op een gegeven moment ook patrijzen zijn uitrusten met gsm-zenders. Om nog preciezer te kunnen kijken hoe ze nou dat landschap gebruiken. Dat je dan met dat uitpeilen is het toch maar eens in zoveel tijd dat je de patrijzen opzoekt. Dus dan mis je nog wel eens iets. En ik laat met dit filmpje even zien hoe dat er dan uitziet. Dit is een hen die een halszender heeft gekregen. En een haan met een gsm-zender op zijn rug. En ik zal even laten zien hoe die erbij lopen. Stom toevallig dat ik. Dit heb ik ook nooit eerder gezien. Normaal zie je een patrijzenkoppeltje altijd samen. Maar hier zag ik ineens, terwijl ik ze aan het filmen was, dat de hen wegliep en dat de haan achterbleef. Dus toen dacht ik al snel: dat kan maar één ding betekenen. Die gaat een ei leggen. Ik heb het later ook nooit meer gezien. Dat is echt een toevalstreffer geweest. Nou, zo ziet dat er dus uit. Een gezenderd koppeltje patrijzen. Dit is wat we vorig jaar dus gedaan hebben. We hebben rondom een complex van twee vogelakkers. Dat zijn die rode percelen. Dit is een vogelakkercomplex en dit is een vogelakker. Hebben we gewoon alle vier de patrijzenkoppels die daar zaten gevangen, de hanen een gsm-zender gegeven, de hennen een halszender. Om nou eens te kijken hoe die zich rond die vogelakkers gedragen. Nou, dit zijn de locaties van de eerste 5 dagen in mei. En dan zie je dat het leven zich helemaal afspeelt langs de lijnen in het landschap, de perceelranden. De vlekjes in het veld, dat zijn allemaal de slaapplekken. Dus overdag zitten ze langs de grasranden. En 's nachts gaan ze op de kale akkers op een overzichtelijke plek slapen. Dat is vaste prik, zo gaat het altijd. Uiteindelijk hebben deze patrijzen allemaal nestlocaties in de berm gekozen. En je ziet bij de patrijs die we net filmden, dat was patrijs Marcel met hen. Hier liep die hen toen vanaf de aardappels naar de wegberm. Dit was de eerste nestlocatie. Maar er is blijkbaar iets misgegaan, want later is ze opnieuw gaan leggen daar in de wegberm. Dus de eerste nestlocatie is blijkbaar verstoord. Dus ja, ook hier zie je weer, je ziet wel wat locaties in de vogelakker. Maar eigenlijk in beide gevallen was hier nog niet echt sprake van een vogelakker. Dit was
perceel waar graan had gestaan en die stoppel was onaangeroerd. Dat was gewoon braakland met veel vogelmuur, veldkers, vroegeling, een hele lage begroeiing. En dit moest nog een vogelakker worden. Op dit moment was het nog een maïsstoppel met een roggengroenbemester. Dus er was nog niet echt sprake van een bloemenblok. En we gaan nu even kijken naar het nest van Frank Vier en de hen. Dat zat aan de overkant onder de draad. Dat was weer zo'n nest wat net gemist is. Op een hana met maaien van het grasland. En even kijken wat daar nu gebeurd is. Dit is dus die nestlocatie. En ik heb nu de locaties van de haan vanaf het moment, de dag voordat het nest uitkwam. Toen heeft hij geslapen op die op dat moment kale vogelakker. Vervolgens heeft hij een dag op de nestlocatie gezeten. Hè. Als de kuikens uitkomen, zitten ze met z'n tweeën nog een dag op de kuikens. En ja, kijk dan wat er daarna gebeurt. Je ziet, ze zijn vervolgens een perceel maïsland ingetrokken. Daar heeft nog een verstoring plaatsgevonden. De haan is één keer naar de andere vogelakker gevlogen en weer terug. En gelijk daarna zijn ze ook verhuisd naar dit perceel. En ook dat is maïsland. Dus ja, je vraagt je af, wat bezielt die patrijzen? Ik heb een filmpje kunnen maken toen ze 5 dagen uit waren. Toen waren er nog 12 kuikens over. Het waren 19 eieren en 17 uit. En 5 dagen later liepen ze in de maïs en dat ziet er dan zo uit. En dat is eigenlijk toch wel schokkend om te zien. Het is dus maïs die wat onkruid net doodgespoten is. En dat verkiezen ze als opgroeihabitat met die kuikens. En je ziet ook, die kuikens hebben de kropjes chockvol, dus die hebben blijkbaar genoeg te eten. En ze hebben ook blijkbaar zoveel te eten dat ze genoeg tijd hebben om nog even lekker rustig een zandbadje te nemen en een beetje te soezen in de zon. Dus ja, dat is toch merkwaardig dat ze zo weinig nodig lijken te hebben om hun kuikens te kunnen voeden. Nou, vervolgens zijn we dan dit jaar, omdat we eigenlijk weinig relatie zagen met het agrarische natuurbeheer voor de nestlocaties en voor de opvoedlocatie van de kuikens, zijn we eens gaan kijken of ze het in de winter als vluchtdekking gebruiken. Dus zijn we al eerder begonnen met patrijzen vangen. We hebben op 14 december een patrijshaan gevangen en uitgerust met een gsm-zender. Om te kijken of die dan misschien in de winter gebruik zou maken van de vogelakkers. En dit is patrijshaan Jerry, die we dus in december hebben gevangen. Met in rood weer de dichtstbijzijnde vogelakkers. Nou, en wat je dan ziet is dat in de periode december, januari zijn ze niet van hun plek geweest. Hij zat in een groepje met 2 andere hanen. Het waren gewoon 3 hanen. En het enige wat ze deden was, overdag zaten ze de hele dag bij mensen in de tuin op het gazon tussen de hortensia's. Ze aten van het korte gras van het gazon. En ze gingen 's nachts altijd slapen op een hele natte maïsstoppel met waterplassen. En heel soms zaten ze overdag langs een wegberm met wat bramen in het ochtendzonnetje. Daar zijn ze gewoon 2 maanden eigenlijk niet weg geweest. Vervolgens krijg je dan in februari de paarvorming. Toen heeft haan Jerry een partner gevonden en hij heeft in een wat groter gebied rond geworven. En in maart belandde hij in het gebied met het hooilandbeheer. En daar hebben ze een territorium gekozen. Nou, dan wil ik weer even terugkomen op dat telprotocol van de BNP-tellingen. En waarbij je dus vanaf februari tot april op geluid de territoria probeert vast te stellen. En dan zie je eigenlijk al, er zit 1,5 kilometer zeker tussen. En die haan Jerry had je in die periode op verschillende momenten kraaiend aan kunnen treffen bij monitoring.
En de fusieafstand bij de telling is 500 meter. Dus ja, dat is een beetje moeilijk interpreteren. En moeilijk om daar een aantal territoria aan te koppelen. De tweede patrijs die we een gsm-zender hebben gegeven was patrijs Tom. En de hen die hebben we ook kunnen vangen, die heeft een halszender gekregen. Nou, hier zie je ook weer de locaties van 28 februari tot 16 maart bij drie vogelakkers in rood aangegeven. En je ziet, ze zaten voornamelijk in bietenland met lage bladrammenas, hooiland en een maïstoppel. Eigenlijk de enige keren dat ze in de vogelakker zijn geweest, was doordat ik ze verstoorde. En onmiddellijk ook, ik kon dus later dan op de data zien, als ik thuis dan ging kijken waar ze geweest waren, ook onmiddellijk er weer uit zodra de verstoring over was. Dus ze hebben het echt alleen maar even gebruikt om in te vluchten bij een verstoring. Uiteindelijk hebben zij hun territorium gekozen in het boomkwekerijtje hiernaast. Dat zal ik nu even laten zien. En daar is uiteindelijk ook de hen aan de leg gekomen. Alleen die is in de legfase of in het begin van de broedfase helaas gepredeerd. Ik vond de zender hier bij dat waypoint. Maar je ziet in die tijd hoe een klein gebiedje ze dan hebben in dat boomkwekerijtje. En je kon elke dag zien, ik kon die nestlocatie ongeveer inschatten. Omdat, ondanks dat ze nog niet zat te broeden, elke dag liepen ze naar die berm en weer terug. Dus waar die cirkel stond, ergens daar moet het nest geweest zijn. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Nou, toen de hen dood was, heb ik nog wel heel goed gezocht, maar ik heb geen nestlocatie kunnen vinden. Maar wat er daarna gebeurde, dat is ook fascinerend. Die haan was toen weduwnaar. En dit zijn de locaties van die haan nadat hij de hen verloren had. Hier zie je weer het boomkwekerijtje. Het groene waypoint is het punt op het moment dat de hen gesneuveld is. En dit is het laatste waypoint. Dat is in de periode van 15 mei tot 2 juli. Is die haan twee keer op en neer geweest naar het naburige dorp Meijel. En weer terug. En heeft ook nog een keer een zwaai naar het zuiden gemaakt. Dat is ongelooflijk wat voor een omzwerving zo'n haan maakt als die zijn partner kwijtraakt. 9 kilometer zitten dan tussen de verste punten. En als dit natuurlijk eerder in het voorjaar gebeurt, gaat zo'n haan ook zwerven. Dus dit geeft ook aan dat je met die territoria van BNP-tellingen, dat best een lastige manier is om patrijzenpopulaties te monitoren. Wat ook leuk is, je ziet eigenlijk allemaal punten, je ziet eigenlijk elke keer verplaatsingen en dan zie je hem ergens even blijven hangen. En het komt er eigenlijk op neer dat zo'n haan die rondzwerft op zoek naar een partner, dat eigenlijk een soort verklikker is voor andere territoria. Al die verplaatsingen gebeurden, die grote verplaatsingen gebeurden rond zonsopgang of zonsondergang, op het moment dat de koppels kraaien. En dan bleef die elke keer even hangen. En met rood heb ik ook aangegeven wat de bekende territoria waren op dat moment. En je kan precies zien dat die daar elke keer even bleef hangen. Dus je kan eigenlijk, ja, zo met gsm-zender uitgeruste patrijs kun je ook een beetje gebruiken voor je monitoring. En ook in mei al heeft hij op een paar plekken rondgehangen, maar dat viel buiten mijn onderzoeksgebied. Daar heeft hij ongetwijfeld ook bij andere families rondgehangen. En ik weet dat daar in ieder geval 4 patrijzenfamilies ook zijn geteld. De derde haan die we afgelopen voorjaar gezenderd hebben, was haan Petter. Die hebben we gezenderd met een hen. En daar zag je ineens dat de hen ineens bij hem weg was. Die zat met een andere ongezenderde haan en Petter had een gezenderde hen. Dus je ziet ook nog dat die in het voorjaar, hebben we ook vaker kunnen zien hoor, dat ze van partner wisselen. Je denkt altijd van, er zit een koppeltje, dat is stabiel, maar dat is helemaal niet zo. Bij sommige hennen hebben we ze wel 3 keer van partner zien wisselen in een voorjaar. Ze hebben ook de keus. Er is een haanoverschot, ze kunnen de beste uitkiezen. Deze die zaten niet in de buurt van een vogelakker. Dit was een blauwe bessenkwekerij.
Dit zijn de locaties vanaf de vangst, 14 februari, tot het moment van het leggen van het eerste ei. Nou, je ziet die gekke streep hier, dat is gewoon een uitbijter, die telt niet. Dan zijn er te weinig satellieten om de locaties goed vast te stellen. Er is één omzwerving geweest en verder zijn ze altijd bij die bessenkwekerij gebleven. En dit zijn de locaties vanaf het leggen van het eerste ei tot vorige week met de kuikens. En het is toch ook wel fascinerend om te zien. Die hebben al die tijd overdag in de blauwe bessenkwekerij gezeten en 's nachts, naarmate de kuikens groter werden, gingen ze steeds verder weg slapen in de mais. Dit zijn twee maispercelen. Dat is aardappels en dat is aardappels. Maar elke dag weer terug. En vlakbij het huis. Ze zaten meestal hier en dan waren de plukkers aan het werk. Elke dag. Ze zaten gewoon elke dag op 30, 40 meter van de plukkersploeg. Blijkbaar is dat dus ook gewoon een hele veilige plek. In zo'n blauwe bessenkwekerij. Overigens ook een nest wat op een hana gemist is. Die zat net op het randje van de bessenkwekerij. En de bessenkweker die maait regelmatig de grasbaan. En die had ook op een hana het nest gemist op het moment dat ze hen nog aan de leg was. Dat is ook weer net goed gegaan. Nou, dit is de laatste dan die ik wil laten zien. Deze hana heeft alleen een halszender. Die hebben we heel laat gevangen, 29 april. En dit is dan die enige die in een vogelakker zat. Maar omdat die al heel snel had ik de indruk dat ze in die vogelakker zaten die nog niet bewerkt was. Ik heb aan die boer gevraagd of ze hem toch maar niet in wilde zaaien. Want ik denk, misschien zijn ze al aan de leg in het onbewerkte gedeelte. Want zo zag hij er dus uit. Het was gewoon ook spontane opslag na het graan van het jaar daarvoor. Met wat kamillen, Canadese fijnstraal en bloeiende grassen. En die hebben dus hier uiteindelijk hun kuikens grootgebracht. Dus weliswaar in een vogelakkertje, maar eigenlijk gewoon braakland. Ik wil dus niet zeggen dat die vogelakkers geen functie hebben. Integendeel, want als je kijkt, het zijn werkelijk paradijsjes voor alle boerenlandvogels eigenlijk. Als je ziet wat er op afkomt en in zit, grote troepen, groenlingen, kepen in de winter, kneuwen. De blauwe kieken die verjagen erboven, 's nachts kerkuil, ransuil, hazen, fazanten, roodborst daarbuiten. Het zit er allemaal, alleen de patrijzen net niet. Ringmussen, zeker als een perceel de inzaai eigenlijk mislukt was en er stond heel veel melganzenvoet, hadden we soms troepen van 100, 150 ringmussen in zo'n perceel. Putters. Maar ja, op de een of andere manier, het lijkt wel of patrijzen het daar gewoon te druk vinden. Je vindt ook ontzettend veel uitgegraven muizennesten door vos en das als je door die percelen loopt, omdat er een groot muizenaanbod is. Dus ja, dit is de theorie voor patrijzen. Hè, in lijnvormige structuren een hoge kans op predatie. En het idee achter de bloemblokken was, je maakt meer bredere stukken waardoor de kans op predatie lager wordt. Maar ja, ze moeten dan wel in die bloemblokken willen gaan zitten. En de universiteit in Göttingen, daar hebben ze bij dat onderzoek wel vastgesteld dat ongeveer een kwart van de patrijzennesten in de bloemblokken zat. En de andere zaten dus ook in bermen en dergelijke. Dus wel meer dan in Ospel. Maar goed, ik weet dus niet in hoeverre dat vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. Het was een hele lage patrijzendichtheden heb je daar, ongeveer 0,3 tot 0,5 koppel per 100 hectare. En heel veel bloemblokken. Dus de patrijzen die er zitten hebben heel veel keuze uit verschillende bloemblokken. Kortom, conclusie. Bermen. Ja, die lijken in het huidige leeggeruimde agrarische landschap steeds belangrijker te worden als nestplaats. Hè? Vooral ook omdat langs percelen zijn alle ruige randjes verdwenen. Ook nabij bebouwing. Dus het is ontzettend belangrijk om in mei, juni en juli dat soort locaties niet te maaien. Want er sneuvelen waarschijnlijk echt heel veel nesten op die manier. En vaak dus ook broedende hennen erbij. Want die blijven echt zitten, zeker als ze al een tijdje zitten te broeden. De hooilanden die voor weidevogelbeheer worden toegepast zijn waardevol. Dus het is zeker de moeite waard om eens te kijken of je die ook op plekken waar niet
wulpen de doelsoort zijn, of je die daar ook effectief in kan zetten voor soorten als patrijs. De vogelakkers lijken vooralsnog gebruikt te worden als vluchtdekking, als alternatief voor die verdwenen stekelstruwelen die je vroeger overal in het landschap had. Je had natuurlijk overal braamstruweeltjes langs prikkeldraad en dat is allemaal opgeruimd. En die vogelakkers hebben dan toch een functie als vluchtdekking. Maar ik zou zeker kijken of er meer met graan en spontane begroeiing op de vogelakkers geëxperimenteerd kan worden. Maar misschien nog belangrijker is de kans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kijk, daar kun je echt over een heel groot areaal kansen benutten. En bijvoorbeeld bufferstroken, die nou sinds 2 jaar toegepast moeten worden, langs water lopen. Dat zou op zich een heel geschikte broedhabitat kunnen zijn. Maar dan moeten ze niet bewerkt worden van april tot augustus. En wat je nu in de praktijk ziet, dit is een goed voorbeeld. Een bufferstrook in Ospel in april en in augustus. Helemaal onbewerkt gelaten. Maar op veel plekken zie je dat ook die juist eventjes in mei nog eventjes netjes kort gemaaid worden. Ze voldoen dan wel aan de milieudoelen die je hebt. Hè, met niet bemesten en niet bespuiten langs een waterloop. Maar qua biodiversiteit schiet je er helemaal niks mee op. En de groene braak via de eco-regelingen. Daar kun je ook iets doen met spontane begroeiing. En hier zie je 2 voorbeelden van gewoon de situatie die je kan creëren na een maïsstoppel met een tarwe als groenbemester. Als je dat het jaar daarna gewoon door laat groeien, krijg je een heel fraai gewas. En daar zie je gewoon als je de bladramenas of de mosterd of de bladkool een jaar later door laat groeien, hoef je geen dure mengsels te zaaien. Je krijgt een aantrekkelijk habitat voor een heleboel soorten. Kijk, voor de patrijs heb je echt 60 dagen rust nodig. Dat is best een lange periode. Hè. Vanaf het moment van het eerste eileggen, ze leggen natuurlijk heel veel eieren, dus dat is een hele lange periode. Hè. Van 1 tot 20 eieren, bij wijze van spreken. En dan 24 dagen broeden. En dan die eerste 3 weken met de kuikens moeten ze eigenlijk ook niet verstoord worden. Want dat is een ontzettend kwetsbare periode. Dus je hebt 60 dagen nodig. Als je zorgt dat er ergens in het agrarisch landschap vlakken zijn met 60 dagen rust, weet je dat je het ook goed doet voor de grutto, voor de wulp, velduil. Veldleeuwerik heeft maar 6 weken nodig. Dus je kan, als je het voor de patrijzen goed doet, zit een hele trits soorten onder die ook kunnen profiteren van een groene braak die wat meer op biodiversiteit wordt ingezet. Dat was wat ik jullie wilde melden. En ik wil jullie danken voor de aandacht. Even nog bedanken mijn medehelpers, ringers, onderzoekers, Jan Biemans, Frank Meeuwissen, Boena van Noor en Gerard Muskes. En mede mogelijk gemaakt dit onderzoek door Natuurrijk Limburg, Natuurhistorisch Genootschap en de provincie Limburg. Heel erg bedankt Willem voor je boeiende verhaal over de Limburgse patrijzen en de je interessante bevindingen met het zenderonderzoek. We hebben een aantal vragen in de chat gekregen. En die zal ik ook nog even opnoemen. En dan kun je die misschien zo goed mogelijk beantwoorden. 1 vraag is van Guido. Is die struwelen, je zei, had het over stekelstruwelen. Zijn struwelen met niet stekelige vegetatie dan minder geschikt als schuilplaats? Ja. Stekelstruwelen hebben echt wel een grote toegevoegde waarde. Die kunnen echt heel ondoordringbaar zijn voor roofdieren. Maar goed, elk struweel is meegenomen. Maar als je de kans krijgt om het opnieuw aan te leggen, dan zou ik echt kiezen voor meidoorn, sleedoorn, liguster, wat mooi dicht kan worden, wilde liguster. Braam komt er vanzelf al in. Wegedoorn. Echt die stekelige soorten. Ik heb het echt zelf verschillende keren ook gezien hoe patrijzen echt als een prop gewoon in paniek de havik ontvluchten. En de havik, die kan er niet in. Nee, ja. Duidelijk. Dan stelt hij nog een vraag over die zenders. Je liet een slide zien waar 2 hanen waren gezend. Maakt het nog uit of je bij hennen of hanen een zender aanbrengt? Omdat de hennen belangrijker zijn in een populatie.
Ja, je moet zuinig zijn op je hennen, dat klopt. Daarom hebben we bij de gsm-zenders als onze inschatting dat dat invasiever is. Die halszendertjes die wegen 6 gram. Daar is al tientallen jaren ervaring mee bij hoenderachtigen dat dat heel goed werkt. En dat blijkt ook, ze doen het er gewoon allemaal goed mee. Maar toen we met gsm-zenders zijn begonnen, hebben we wel besloten van dat gaan we alleen bij de hanen doen. Want we willen niet het risico lopen dat een broedende hen in de problemen komt. Die zenders worden met lusjes om de poten bevestigd. Het voordeel was ook, we hebben er juist voor gekozen bij die koppels die we gezenderd hebben om de hen de halszender te geven en de haan de gsm-zender. Omdat je uiteindelijk de nestlocatie wil weten. En met de halszender kun je die gewoon heel precies uiteindelijk uitpeilen. Met de gsm-zender zouden we er ook wel achter zijn gekomen, maar dan kom je er in principe pas later achter, hè, omdat je als achter de feiten aanloopt. Je hebt niet live de locatie. Ja, oké. Okay. Verder vraagt Jimmy nog, op welke grond is het projectgebied? Zand? Vraagteken. En zou er verschil zijn op zeekleigronden met minder kruidrijke bermenakkers en meer natte, zware grond? Ja, dit is een typisch zandgebied. Ja. Ja, dus ik kan niet zeggen over hoe dit op klei uit zou kunnen werken. En hoe zien jullie vogelakkers eruit, vraagt Jimmy. Ja, je hebt al een foto gezien van eigenlijk een spontane vogelakker, maar hoe ziet jullie mengsel eruit voor een vogelakker? Nou, ik heb in het begin twee voorbeelden laten zien. Hè? Ja. Ja, we hebben met heel veel verschillende mengsels geëxperimenteerd. Ja. Eigenlijk en voortdurend eigenlijk geprobeerd om een lagere open begroeiing te krijgen. Want vooral de eerste jaren, de tweejarige soorten, de kaardebol en de sigorij en honingklaver, dat wordt allemaal zo hoog. En volgens mij hebben ze dat ook wel vastgesteld in de Interreg partridgegebieden, dat het veel te ruige percelen werden. Vooral op de rijkere gronden, op de kleigronden bij het gebied in Almkerk. Maar bij ons zagen we het ook. Die percelen werden soms zo ruig dat ze vooral een dagverblijf voor reeën waren. Er lagen soms gewoon rustig 5-6 reeën in zo'n perceel, omdat ze helemaal veilig lagen in die ruige dekking. Ja, ja. Dus we zijn steeds meer naar lagere open begroeiing aan het kijken. Precies. Maar die akkerkruiden, ja, dat zou het aantrekkelijkste zijn. Alleen, ja, voor boeren zit daar vaak toch een drempel om het zomaar helemaal spontaan te laten begroeien. In principe is er toch altijd de voorkeur om een gekozen mengsel te kiezen met een lage onkruiddruk. Het wordt, als er veel melganzenvoet in staat, wordt het toch altijd al als mislukt beschouwd. Terwijl het natuurlijk voor de boerenlandsoorten helemaal niets uitmaakt. Of misschien zelfs beter is. Ja, ja. Dan nog een laatste vraag voor mezelf is, gebruiken jullie ook drones om die nesten te zoeken in bermen? Met warmtebeeld. Hebben we even geprobeerd, maar was weinig effectief. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Nou dat was hem dan. Hartelijk dank iedereen. En tot de volgende.